Yes. Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wil kijken naar een nieuwe aflevering van de Win-Win podcast. En vandaag ben ik hier met Daniël van Duin en hij onderzoekt de tijd. En dat niet alleen, hij is een boek aan het schrijven, ook over de tijd. Want als je het spel van de tijd begrijpt, nou dat kan zo ongelooflijk veel ontspanning met zich meebrengen. En dat is natuurlijk wat we willen. We willen rust in ons hoofd en energie in ons lijf. Daarnaast is hij, en dan moet ik het even goed zeggen, trekt hij eigenlijk de kar, zeg ik het zo goed, ja, van een nieuwe politieke partij, LEF, in verband met een, ja, een mooie toekomst voor de komende generatie. Yes, dat gezegd hebbende, vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow, die is gratis en die blijft ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren en zo je energie aan ons overgeven. Ja, welkom Daniël. Ja, ik ben campagneleider bij LEF, dus ik campagneleider van achter de schermen. En we moeten de lijstvolgorde nog bepalen, dus maar misschien zit ik straks in de Tweede Kamer met de hulp van de voorzienigheid. Ja, mooi. Hey, vertel eens eventjes, want je bent 32. Klopt. En je gaat een boek schrijven over de tijd, omdat je ontdekte dat er 13 verschillende soorten tijd zijn. Nou, en iedereen die mij een beetje volgt, die weet dat ik ongelooflijk fan ben van Eckhart Tolle. En ik heb letterlijk even de bladzijde opengelegd op wat ik van hem heb geleerd, van Eckhart. Want hij zegt, negativiteit en lijden hebben hun wortels in de tijd. Nou, je snapt, toen ik hoorde van, wow, er is iemand die werk maakt van 13 verschillende soorten tijd. En die zich helemaal bezighoudt met als wanneer de balans is in de tijd, dat dat heel veel ontspanning kan geven, mentale rust. Nou, je snapt, toen waren mijn oren natuurlijk, toen dacht ik, hey, dit is leuk. Ja. Maar vertel eens eventjes, hoe is dit voor jou begonnen? Ik ben afgestudeerd op het onderwerp tijd. Ik was eigenlijk precies de tegenovergestelde richting aan het onderzoeken. Namelijk hoe we de treinsporen in Europa beter op elkaar konden laten aansluiten. Ik heb stedelijk ontwerp gestudeerd en ik kwam erachter, goh, het homogeniseren van al die treinstandaarden, dus hoe breed is het spoor, hoe hoog ligt het voltage van, van de netwerkspanning, dat gaat niet lukken, want er zijn heel veel Europese landen allemaal politieke belangen, die willen allemaal zich niet aanpassen. Dus ik zat eigenlijk vast op een dood spoor. En toen dacht ik, is het misschien niet juist het tegenovergestelde waar, dat we juist, dat het goed is dat we allemaal verschillende manieren hebben van met tijd omgaan. En toen kwam ik erachter door een vriend, die ook stedelijk ontwerp, of hij is elektrotechnicus, die zei van ja, ik ga niet met de trein naar Polen, want ik wil zoveel mogelijk tijd met mijn familie doorbrengen en ik heb een 40-urige werkweek. En toen dacht ik, oh, maar die 40-urige werkweek is een variabele, die hebben we afgesproken met elkaar, die is veel makkelijker aan te passen dan die spoorbreedte. Dus toen ging ik eigenlijk, naar aanleiding van dat gesprek met hem, bedenken, goh, kunnen we tijd niet als variabele zien en tijd gaan ontwerpen? En toen ging ik dus op een mega... Wow, maar dit gaat mij bijna al mijn pet te boven. Ja. Want ik denk, we gaan spelen met de tijd en tijd als variabele. Ja. Ik bedoel, ik heb van Eckhart Tolle gewoon geleerd, je hebt psychologische tijd. Dat is namelijk wat er in je gedachten kunnen gebeuren. Namelijk, je kunt met je, terwijl je alleen maar natuurlijk in het nu bent, het enige moment wat we hebben is het nu, kun je met je gedachten toch al gaan denken over de toekomst en je zorgen gaan maken over wat er allemaal kan gebeuren. En je kunt met je gedachten terugdenken aan het verleden en het verhaaltje wat je daarover hebt. Maar alleen in het nu. Maar weer alleen in het nu. Ja. Ja, maar dat is dus de psychologische tijd en hij zet dat tegenover en we hebben kloktijd. Dus... En dat is een fabeltje. Er zijn heel veel soorten tijd. En ik heb een schema gemaakt. Ik zal het heel even laten zien aan de kijkers. Maar er zijn 13 soorten die een wiel vormen. Dus 12 aan de buitenkant. En de middelste, dat is het hier en nu. Of het nu of nooit. Ja. En dat gaat eigenlijk over het hart. Dus welke keuzes maak jij met je gevoel? Want dat is waar het om draait. En dat doen heel veel mensen niet. Heel veel mensen zitten in de kloktijd. En die laten dus het hoofd of de ratio of de economie bepalen, ja, wat er gedaan moet worden. Ja. En de kunst is, er zijn 6 soorten lineaire tijd, 6 soorten circulair, om die dus met elkaar te balanceren. Oké, dus er zijn 6 tijden circulair, want je slikte het een beetje in, en 6 ja, tijden lineair. Okay, en die zijn elkaars tegenpolen, dus het is eigenlijk, ik hou niet van polair denken, want er zit heel veel tussenin, altijd tussen extremen.
Maar kloktijd heeft een tegengestelde en dat is krultijd. En krultijd is die momenten wanneer je de tijd verliest uit het oog. Dus je vergeet het gewoon. Ja, flow. Flow, exact. Het kan een goede vrijpartij zijn of dat je met je handen iets aan het maken bent. Of je bent op reis, je maakt een camino, dus een bedevaart. Ja. Nou, ik merk het ook als je schrijft of als je roeit of als je echt lekker in een wedstrijd zit. Of als je een beetje aan het dagdromen bent, dan kan je ook ineens, wow, ik ben ineens 100 kilometer opgeschoten. Of ja, maar dagdromen is een andere soort tijd. Dat is mentale tijd. Oké, wauw. Dus die psychologische tijd waar Eckhart Tolle het over heeft. Je hebt je kindertijd. Dat is een gegeven, een rugzakje wat je meedraagt. Maar dat is ook een soort gevangenis. Dus je kan gevangen zitten in een cultuur. Dat is omgevingstijd. Dat is, ben je te laat of kom je juist op tijd? En wat zijn die normen daaromtrent? Dat wordt door iedereen onderling bepaald. Mm-hmm. Maar mentale tijd, dat bepaal je voor jezelf. En dat kan dus zijn dus dat jij, omdat je in je kindertijd onveilig gehecht bent, of juist altijd op zoek was naar spanning, maar daar geen uitlaatklep voor vond, dat je jezelf aan het straffen bent. Dus wat Eckhart denk ik bedoelt is, dat, maar ik ken hem verder niet. Ik bedoel, ik heb zijn boek gelezen, maar ik weet niet wat hij er echt van zou vinden. Dat je jezelf kan, zeg maar, en dat ben ik met hem eens. Alles wat in het hier en nu als probleem wordt gezien, heeft die wortels ook in de tijd. En wat ik zeg, dus voorbij de zweverige filosofie, want hij geeft niet een echt antwoord, is naar mijn idee kunnen we echt tijd letterlijk plaatsen in de ruimte, omdat elke tijdvorm komt ook in een bepaalde vorm. Dus je hebt krultijd, dat zijn letterlijk krullen. Dus als jij een fietspad hebt wat kaarsrecht loopt, dan kan je niet in die flow komen. Maar als je een fietspad hebt wat om bomen heen krult, of af en toe even niet helemaal kaarsrecht ligt, maar ook een helling heeft, dan kom je heel snel in die flow terecht. Veel sneller dan wanneer je alles volgens de kloktijd helemaal... Oh, sorry. dan kom je veel sneller in de flow terecht dan wanneer je alles kaarsrecht indeelt, zoals de klok. Tijd doet. Want kloktijd, letterlijk, het woord tijd betekent verdelen. Het is een oud Indisch woord, het heet dagestai. En dagestai komt van opdelen. En het heeft te maken ook met landbezit en eigendom. En vroeger toen wij de overschakeling maakten van een verzamelaarcultuur naar de landbouwcultuur, was er een probleem. Namelijk, we kregen het monogame huwelijk. Omdat er was ineens schaarste, want er was niet genoeg voedsel en we hadden alle bossen platgebrand waar we alle besjes en ook dieren en insecten en andere eiwitten uit konden plukken. En toen was er ineens gebrek aan vruchtbare grond en dan waren de oogsten vielen soms tegen. En wat werd er toen eigenlijk bedacht? Met religie werd de voortplanting een beetje ingeperkt. Want als jager-verzamelaar hielden de stammen het ritme van de maan aan. En dan was je gewoon in bepaalde periodes niet vruchtbaar en in bepaalde periodes wel. En wanneer de maan dan, wanneer een volle maan was, werd er heel erg veel gefeest. En dan was iedereen met elkaar in orgie in het bos, zeg maar, ja? De vruchtbaarheid aan het vieren. Oh, wauw. Denk je dat het zo was? Dat heb ik, nou ja, ik was er niet bij, maar... Ik was er ook niet bij, maar ik probeerde natuurlijk ook over te filosoferen. Ja, maar Eostara, dat is eigenlijk het oude woord van Pasen. Dat was het vruchtbaarheidsfeest in het voorjaar. En er was vroeger ook geboortebeperking. Maar het was niet gedwongen vanuit een religieus instituut. Het was gewoon common sense. Je kan geen baby krijgen als je constant aan het rondreizen bent. In ieder geval niet in de mate waarin landbouwers dat deden. Landbouwers hadden wel heel veel voedsel in voorraad. Dus heel veel graan, maar ook een monotoon dieet. Daar weet je alles van. Ja. En zij moesten dus eigenlijk heel veel... landbouw vergt heel veel menskracht, of heel veel handen. Dus ze moesten heel veel kinderen baren. Terwijl die jagers-verzamelaars hadden overvloed om zich heen. Dus die hadden gewoon niet zoveel kinderen nodig. Nee. En zij planten zich minder snel voort. En daarom zijn ze ook in de geschiedenis uiteindelijk weggedrukt in termen van populatie of bevolking. En je ziet landbouwcultuur dominant worden. En die landbouwcultuur is dan belangrijk om te zeggen, is een mannelijk gedreven cultuur, waarin wapens worden gebruikt om anderen te veroveren. Waarin kracht dus belangrijker is dan consensus van de groep. En waarin mensen dus heel erg bezitgericht zijn.
En in schaarste denken. En die circulaire tijdvormen, dus de zes in mijn wiel, want er is niet een tijd beter dan een andere tijd. Ze moeten allemaal met elkaar in balans zijn. Ook kloktijd heeft voordelen. En ja. Net zo goed als natuurtijd. Natuurtijd is eigenlijk dus dat tempo van de natuur, ook de maan en je metabolisme. Dus niet zeggen, ik ga nu eten, want het is 12 uur, maar ik ga nu eten, want ik heb honger. Want mijn maag zegt dat. Ja. Die soorten circulaire tijd zijn in de verdrukking. En nog steeds, vandaag. We hebben wel een paar matriarchaten in de wereld waar dit niet het geval is. Een vriend van mij is Braziliaans en je moet Brazilianen niet vragen om op tijd te komen, want het lukt ze niet. Zij nemen het leven zeg maar veel meer zoals het komt. En zij gaan veel meer relaxed om met de klok. En er is ook onderzoek gedaan. In Brazilië staan de klokken gewoon minder gelijk. En de horloges worden minder gedragen. Omdat in hun cultuur wordt tijd veel minder gewaardeerd vanuit die lineaire opvatting. En veel meer vanuit de circulaire opvatting. Dus eten duurt toch gewoon super lang ook in Brazilië. En in Nederland is de gemiddelde eettijd bij het avondeten volgens mij 11 minuten. Dus dat is gewoon een heel groot contrast. En er zijn dus, mijn missie is eigenlijk om mensen te laten zien. Er zijn heel veel soorten omgang met tijd. En de kunst is voor iedereen om, als je daar dan bewust van bent, om daar de keuzes in te maken die voor jou werken. Dus sommige mensen zullen workaholic zijn en ik vind het heerlijk om alleen maar in die kloktijd te zitten. Lekker performen en heel veel omzet draaien. En dat is prima. Ik heb daar geen oordeel over. Maar in de maatschappij als geheel zie je wel heel veel mensen met een burn-out. Omdat ze bullshit jobs doen. Omdat ze bezig zijn met een systeem in stand houden waar ze eigenlijk niet gelukkig van worden. Wat hen niet voedt. En daarom probeer ik eigenlijk dus met LEF ook een ander systeem meer dominant te maken. Of ook ruimte voor te scheppen. Waarin mensen wel gevoed worden, waardoor ze hun motortje wel gaat branden of dat vuur van binnen. En dat is gewoon een heel leuke exploratie of verkenningstocht. En ik vind het ook heel bijzonder, die ontdekking van dat je tijd kan ontwerpen. Ik snap nog niet dat niemand anders dat heeft bedacht. Want ik heb echt heel veel onderzoek nu al 3 jaar gedaan, heel veel literatuuronderzoek. En ik kom het niet nergens tegen bij andere schrijvers, omdat iedereen toch 4 soorten tijd hooguit onderscheid. Ja, en wat zijn die? Nou, dat is de Duitse filosofische school. Dat gaat dan over de tijd als soort stroom, als rivier, die altijd voortkabbelt. Dat is een soort een hele grote tijd. Je hebt dan de subjectieve tijd. Dat is een begrip van Henri Bergson. Is een Franse filosoof. En dat gaat over dat je tijd variabel kan ervaren. Dat is eigenlijk die flow-tijd. Dat is geleerd aan krultijd, noem ik dat. En ik noem dat krultijd omdat de god van die tijd heet Kairos, de tegenhanger van Kronos. En Kairos heeft gewoon een hele grote krul, maar voor de rest is hij kaal. Maar dat is even een side note. Denk je dat dat toeval is? Of denk je dat dat bewust is? Dat de Grieken zelf in hun afbeeldingen, of de artiesten in die tijd, ook hebben nagedacht of patronen hebben gezien. Yeah. En dat zij weten van, oh ja, die spiraal staat voor vruchtbaarheid, dat heet, zeg maar, onze geneeskunde heeft nog steeds die esculaap. Dus dat zijn twee slangen die om een staf, dat is de staf van Hermes. Maar die spiraal, die zie je heel veel terug in culturele symbolen of symbologie. Dus dan wordt het overgedragen. En ze hebben niet voor niets die symbolen gekozen, want het is ook gewoon letterlijk. Als jij bijvoorbeeld, een goed voorbeeld om in de flow te komen voor mij, is gewoon gaan huppelen. En huppelen is een heel vreemde manier van lopen. Maar je wordt er heel blij van, heel snel, want je maakt het een hupsje en je maakt dus een soort krul in je stap. Sowieso is wandelen goed om in de flow te komen, hardlopen ook en ook fietsen. Ja, maar ik hoorde ook echt, toen jij begon over dat krullen, toen dacht ik, oh ja, dat doe ik natuurlijk ook met mountainbiken. En mountainbiken, ik had altijd het idee, je komt daar makkelijk in de flow, omdat het eigenlijk te gevaarlijk is om niet in de flow te zijn. Als jij niet in de flow bent, terwijl je aan het mountainbiken bent, dan hang je echt binnen no time aan een boom. Ja. Of je gaat onderuit. En dan, je moet echt die psychologische tijd eigenlijk, zoals ik het dan heb geleerd, uitzetten. Om ook in die krul te blijven als het ware. Ja, ook slalommen en alle sporten hebben eigenlijk dit. Want het is heel natuurlijk, omdat ons lichaam is, niet volledig symmetrisch, maar bestaat wel uit twee aan beide kanten. We zijn niet een,
Welk dier bestaat daar? Nou, we zijn geen slang, zeg maar. Dus we hebben gewoon twee aan beide kanten. Maar de slang benen. Gaat ook krullend. Eigenlijk is een slang ook een goed voorbeeld. Ja. Eigenlijk is alles wat met natuur te maken heeft, is krullend. En een auto bijvoorbeeld is dat niet. Een auto die gaat kaarsrecht, heeft vier wielen aan beide zijden. Gaat niet even rechts en dan weer links, zeg maar, kracht produceren. Alles constant. Dus daarom is de auto echt het symbool van de economische kloktijd. Ja. En die richt onze steden ook kaarsrecht in. Want een auto moet snel op zijn plek komen en dan gaat hij niet om een boom heen. Want het is hartstikke gevaarlijk, want het is een zwaar object. Ja. Dus ik ben helemaal geen fan van autorijden. Sterker nog, ik ben hier naartoe gekomen in de auto. En ik word daar heel chagrijnig van altijd. Oh, wat grappig. Ik ben er wel weer verloren hoor. Maar autorijden maakt mij heel erg geagiteerd. Ook. Ja, mij ook. Oh, grappig. En jij denkt dat komt omdat het zo haaks op onze biologie, op ons tijdontwerp staat? Ja, en er is ook een boek over geschreven van de correspondent, Het recht van de snelste. En daarin legt Thalia Verkade dan heel mooi uit dat we geen contact hebben tussen mensen in auto's. Dus het is heel moeilijk contact maken, want er zit een raam tussen en je kan elkaar niet verstaan, want er is zo'n hoge snelheid dat je natuurlijk voorbij raast. En daar is een heel mooie filosoof, heeft daar ook over geschreven, dat is Paul Virilio. En die heeft het begrip razende stilstand geïntroduceerd. Ik ga niet te veel over filosofen praten, want tijd is, dat is mijn derde missie, om tijd juist, dus naast dat tijd divers moet zijn, dus dat mensen bewust zijn, er zijn verschillende soorten tijd, en hoe ze dat met elkaar in balans brengen, is mijn derde missie om mensen daar gewoon op een laagdrempelig niveau over te laten uitwisselen. Ja. Want het moet van iedereen zijn, en niet alleen die filosoof. Maar wat hij zegt, razende stilstand, we gaan steeds sneller in de maatschappij, met de 5G-masten, maar ook dus internetuitwisseling, hypermobiliteit, dus dat je met een supersonische jet of straks met Elon Musk met een raket binnen een half uur van Tokio naar New York kan. Dat gaat allemaal steeds sneller, de vernieuwing gaat steeds sneller, maar we worden daar heel erg ongelukkig van. Dus we staan eigenlijk stil, want ons welzijn gaat daarop achteruit. En het welzijn van de planeet en ook het welzijn van de toekomstige generaties, want zij zitten heel erg in de knel. Zij hebben geen grondstoffen straks meer, omdat wij ze allemaal hebben opgebruikt om die hypermobiliteit, zeg maar, te kunnen voeden. Want er gaat heel veel brandstof naar zo'n raket of heel veel middelen. Ook geld, overigens. Ja, maar ik vind het wel heel grappig wat je zegt, want ik heb vorig jaar voor het eerst door Nederland gewandeld. En ik durfde het bijna niet te zeggen, want ik dacht, ja, hoe asexy is dit? Ik heb nog net niet geitenwolle sokken en sandalen aan. Nee, ik heb gewoon op mijn gympies dat gedaan, maar weet je, bij wijze van spreken. En ik zeg het nog zo vaak tegen mijn buurvrouw over hoe fijn ik dat vond. Hoe leuk ik dat vond. Dus ik vind, je zegt wel iets interessants, want ik heb toevallig ook een hekel aan autorijden. Ik merk wel dat sinds ik in de auto bijvoorbeeld naar Eckhart Tolle kan luisteren, dat ik het, of naar een podcast, dat ik het leuker vind. Maar ja, ergens, ja, ik vind het triggert mij eventjes dit. Maar dat heeft dus ermee te maken dat wij bewegen ons dus, wij hebben een ritmische manier van voortbewegen. En als dat eigenlijk geblokkeerd wordt door jezelf vast te zetten in een vliegtuig of een auto of een raket, dan bewegen we wel, maar wij missen zelf dat ritme. Met als gevolg dat we, ja, dat je vastzit of zo. Je ervaart, omdat je zelf geen moeite hoeft te doen in de reis, waardeer je niet de verplaatsing. Dus het is meer een verplaatsing dan een reis. En dat heeft, zeg maar, dat is dan in de mobiliteitswereld een soort onderscheid. Dat een reis is iets wat je ook, waardoor je kan groeien persoonlijk. Wauw, mooi. Terwijl een verplaatsing is gewoon van A naar B komen zo snel mogelijk. En inderdaad, wandelen is, zeker in eigen land, de manier om van de burn-out af te komen. Dus dat is een van de makkelijkste. Ja, maar je moet wel die schoenen aandoen en gewoon gaan blijven lopen. Want het is zo simpel, weet je wel. Het is bijna, dat is ook grappig dat een van mijn adviezen in het boek, dat heet Pluk de Tijd, is gewoon slapen is ook een wondermiddel. En we zitten allemaal vermoeid dan na een dag op werk, omdat we naar het scherm heel veel hebben gestaard. Maar het is gewoon heel simpel. Zorg voor voldoende slaap. Ja, maar ja, dan moet je wel het lef hebben, om de dag af te sluiten. En om te kunnen realiseren dat in deze 24/7 maatschappij, waar nooit iets af is, dat je dat ook durft los te laten. Ik
kom nog iedere dag mensen tegen die zeggen, ja, maar ik moet eerst even dit afmaken of ik moet eerst dat nog even kijken. En dan zeg ik altijd, kap ermee, want in deze maatschappij, er is nooit iets af. Nooit. Nooit. Dus je moet zelf het lef hebben om te zeggen van, ja, stop, tot hier en niet verder en ik ga lekker vroeg naar bed. Bijvoorbeeld. En het kan ook zijn dat je die switch moet maken naar een baan die je wel voldoening geeft. Want heel veel mensen zitten dan gewoon vast in een patroon waar, en dat kan dan de hypotheek zijn. En een soort, ja, een bedje van zekerheid. Terwijl in het leven kan het ook heel goed zijn, en heel veel mensen doen dat, om die stap te zetten naar een risico aangaan. En dan emigreren naar het buitenland, dat is het bekendste voorbeeld van ik vertrek. Maar dat je even alles weer op zijn kop zet en een nieuwe vorm van tijd, namelijk generatie, toelaat. Dat is mijn favoriete tijdsoort, omdat het ook heel veel met lef te maken heeft. Dat is eigenlijk het nieuwe leven. Dus wanneer een klein plantje, zeg maar, in de grond van een kiem uitgroeit tot een volwassen vruchtdragende boom. Daar moet je echt veel in investeren. En het is maar een paar die het echt overleven. Maar dat is zo waardevol om af en toe bezig te zijn met schepping. Met gewoon iets helemaal opnieuw beginnen. En dan je hele leven misschien ook wel overhoop te gooien. En dat te durven doen. Maar we hebben heel erg een gebrek aan generatie in deze maatschappij. Omdat mensen steeds meer zekerheden willen. En bedrijven willen zeker zijn dat ze winst maken. Terwijl het leven gaat juist ook over onzekerheden en een ander pad durven te bewandelen wat misschien vruchten gaat opleveren, maar niet direct. En dat is dat korte termijn denken is heel erg van de kloktijd eigenlijk. Van je wil als ondernemer alle risico's uitbannen, zodat jouw product het meest succesvol wordt en het meeste verkoopt. Alle lof voor mensen die iets nieuws in de markt zetten. Maar eigenlijk hebben we heel weinig innovatie in onze maatschappij, in onze economie. Omdat er heel veel inspanning gaat naar reclame bijvoorbeeld. En we willen onze klanten trouw laten blijven aan ons product. Terwijl het spannende is juist, ga een andere manier van economie bedrijven. Waarbij bijvoorbeeld, ik dacht vandaag nog, en dat bestaat ook wel, je hebt bij bepaalde supermarkten dat je kan bijvullen. Dus dat je gewoon, en Lush heeft dat ook, dus dat je niet steeds een nieuwe fles koopt. Maar dat is een nieuw businessmodel wat heel veel bespaart. Dus ik hoef dan misschien niet meer een hele nieuwe fles kopen, maar ik ga hem gewoon, oh sorry, ik ga mijn fles steeds hervullen. En dat kost even veel meer moeite in het begin, maar je bespaart uiteindelijk zoveel. Want je hebt een hele productiestroom van materialen die je niet meer nodig hebt. Wat weer naar de vuilstort gaat. Maar goed, het is wel een andere manier van denken. En dan moet je wel de tijd durven nemen voor een alternatieve werkwijze. Die nog eigenlijk nu, het is eigenlijk bijna volwassen aan het worden. Het regeneratieve economisch denken. Maar goed, ik ben misschien te veel nu aan het loslopen over die specifieke vormen van tijd. Want misschien heeft de luisteraar nog heel veel vragen over wat. Nou ja, ik vind het leuk. Zeg maar, jij zegt ik heb een drieledige missie. En het eerste is mensen bewust maken van er zijn 13 soorten tijd. En dat vind ik al interessant, want waar ik me wel eens over verbaasd heb, is hoe het kan dat we bijvoorbeeld onze octo is in iedere taal 8, nove is in iedere taal 9, deci is in iedere taal 10. Ja. En toch is oktober onze 10e maand en nove is onze 11e maand en deci, december, is onze 12e maand. Dan denk ik, hé, wat is daar tussen haakjes fout gegaan met de tijd dat wij ineens van octo de 10e maand maken in plaats van de 8e maand? Ja, dat is door de Romeinen ooit bedacht, want de Romeinen hadden 10 maanden in een jaar. Want de winterperiode was januari en februari. Dat was geen tijd in het jaar volgens hun, geen aparte maand. Het was gewoon een naamloze, want de natuur lag ook stil. Dus zij gaven die tijd geen naam. En toen was maart de eerste maand van het jaar. Dus wij hebben december is de 12e maand. Maar DK betekent 10. Dus 12 was 10. En het was ook de laatste maand van het jaar. Maar het was de 10e maand. En vroeger heette juli en augustus heette quintilis en sextilis. Dus de 5e en de 6e maand. En het was heel logisch. Maar de Romeinen waren helemaal niet logisch ten opzichte van onze kalender nu. Want ze hadden ook een 8-daagse
week. En die was gebaseerd op de markt. Dus elke 8 dagen was er een andere markt. En de dagen van de week, die heetten A, B, C, D, E, F, G, H. Dus er zijn heel veel kalenders geweest in de geschiedenis. Maar de onze is wel geworteld in die van de Romeinen. Er zijn dus 2 maanden toegevoegd in die winterperiode. En dat werden Janus, dat is de god van schoonmaken. Want dat was eigenlijk na december werd er gewoon geïnvesteerd in schone. Of zeg maar dus gewoon het voorjaar schoonmaken. En toen werd ook nog februari toegevoegd. Dit is ook zo stom, maar door bijgeloof heeft een Romeinse koning gezegd, of koningin. We willen zoveel mogelijk oneven dagen, want oneven maanden, die brengen geluk. Dus we willen 31 dagen en zo min mogelijk oneven, even. Dus februari was een ongeluksmaand, want maar 28 dagen. En in de wintermaanden gingen de meeste mensen dood aan ziektes, want je had gewoon minder weerstand en er was schaarste aan voedsel. Dus wij erven die kalender van de Romeinen. En kalender, dat woord betekent schuldenboek. Dus kalender betekent schuldenboek? Calendula, dat is het woord voor schuld. Of voor het boek waarin de schulden werden bijgehouden. En dat had er dan mee te maken dat aan het einde van de maand geld werd opgehaald. En dat werd, dat was niet altijd geld. Pecunia, dat was soms ook gewoon goederen of werd iets ingehouden op de oogst. En in de winter was het natuurlijk onredelijk om, als er geen oogst is, om dan belasting te heffen. Dus we zijn van 10 maanden naar 12 maanden gegaan, naarmate dat die landbouwcultuur meer continu ging produceren. Maar nog vreemder is het dat we geen 13 maanden kalender hebben. Ja. Want bijvoorbeeld de islamitische cultuur en de joodse cultuur hebben beide een lunaire kalender. Dus hun feestdagen die verspringen door het jaar. Wij hebben een christelijke kalender waar alles altijd constant is. Dus 25 december is toevallig dan Jezus Christus geboren. Is ook nog een apart verhaal. In het Jodendom word je besneden op de 8e dag. En niemand weet wanneer Jezus echt geboren is. Maar die pauselijke, ik noem het even conquistadores. Dus ze wilden het geloof verbreiden en hun macht vergroten. Die hebben toen bedacht, we gaan de heidense religies gaan we versmelten met die van ons. Dus zij hebben feestdagen die bijvoorbeeld de wederopstanding, dus het jaar komt tot een einde. Het gaat over sterven. Dat gaan wij koppelen aan het verhaal van Jezus. Dus hij is op 26 december geboren. En dan 8 dagen daarna begint het nieuwe jaar, want dan is hij besneden. En er was dus ook een voor Christus en een na Christus. Dus in het jaar 400 hebben ze eigenlijk bepaald dat er op deze manier een datum was, een vaste datum in het jaar voor Christus. Daarvoor was het net als in het Jodendom dat het de hele tijd versprong. Nee. Oké. En nog heel even door nog op dan kerst en het jaar Christus of het jaar nul. Dat hebben ze ook pas in 1600 bepaald toen het getal nul werd uitgevonden. Want we hadden geen getal nul. Dat is een Arabische uitvinding, dat heet zifir, is het woord. En dat is dus ons woord voor cijfer. En dat is door een monnik, volgens mij, misschien zeg ik niet goed hoor, dat is niet 600 jaar oud, maar in 1400 of 1200, is een monnik die dat getal dan in de kalender heeft toegepast. Daar hebben we de Gregoriaanse kalender aan te danken. Want rond die tijd liep de kalender 10 of 12 dagen achter, want de schrikkeljaren werden niet geteld sinds het jaar nul. Dus toen hebben ze dat gecorrigeerd. Toen vloog de tijd ineens 10 dagen vooruit, of 12 dagen. Toen was het ineens van 12 juni, was het ineens 26 juni. En daartussenin was er een vacuüm. Maar het illustreert gewoon heel mooi hoe vormbaar tijd is. Tijd is helemaal niet vaststaand, het is helemaal geen gegeven. Maar we hebben toch een aarde die om de zon draait, of een zon die om de aarde draait. En een maan. Dus je zou toch zeggen, we hebben toch een cyclus. Die is ook super regelmatig. Ja. Er zijn kleine variaties in. Dus een zonnejaar wijkt van jaar tot jaar ook een beetje af. Of de ellips die de aarde maakt om de zon. Maar het is nooit perfect. En het is dus heel menselijk om dat te willen controleren. En dan in cijfers vangen, waardoor het voorspelbaar wordt. Ja. Maar het leuke aan tijd is, het stroomt, het is altijd anders. De rivier
waar jij je voet in steekt, volgens Heraclitus, Pantarei. De rivier is nooit hetzelfde en de mens is nooit hetzelfde. Je wordt er getransformeerd, kom je daaruit als je in die rivier staat. Want je hebt een ervaring erbij. En daarom is tijd echt zoveel meer dan dat rekenen en dat in cijfertjes vangen. Het is ook heel veel het zijn. Dus niet het hebben van, ik heb nog 10 minuten op de klok. Wat betekent 10 minuten? Het is helemaal niet, wij hebben een verhandelbare eenheid gemaakt in het kapitalisme. Maar het is ook, als je aan het einde van je leven bent, of je hebt een ongeluk en je leven flitst aan je voorbij. Ik zal niks garanderen, maar de kans dat daar een cijfer tussen zit is zo nihil. Want een cijfer is door mensen bedacht. Er zijn wel patronen in de natuur, de Fibonacci-code bijvoorbeeld. Dus 1, 2, 3, 5, 8, 13, et cetera. Die een zekere regelmaat hebben. Dus er is wel iets voor te zeggen om tijd en wiskunde te gebruiken in onze maatschappij. Maar het is ergens wel een beetje bedacht. En het is niet per se. Het is dus maar gewoon een verhaaltje waar we allemaal in geloven. Net als de waarde van geld. Dat is ook een soort van verhaaltje. We geloven er collectief in en daarom heeft het waarde. Maar stel je voor, we zouden allemaal stoppen met erin geloven. En dan klapt het in. Exact. Dus als jij en ik ineens niet meer die mobiel hebben die ons vertellen hoe laat het is. Op magische wijze wordt ons geheugen gewist en weten we niet hoe laat het is. Wordt het heel moeilijk om nog af te spreken en kunnen wij niet deze podcast opnemen. Tegelijkertijd, er is dus wat voor te zeggen dat we al die systemen optuigen, omdat ze ons veel brengen. Wij hebben, we kunnen heel veel kritiek hebben op het kapitalisme. En op hiërarchieën en op monarchieën en hoe de democratie imperfect is. Maar het brengt ook heel veel. We hebben nog nooit zo'n hoge welvaart gehad in de geschiedenis van de mensheid. Ja, denk je? We zijn toch depressiever dan ooit? Dat durf ik wel te betwijfelen, omdat elke tijd uniek is. En dat is weer een andere tijdsoort, dat is het tijdvak. En je kan nooit de ene tijd met de andere vergelijken, omdat het uniek is. Dus eigenlijk is het een soort vals dilemma of een valse tegenstelling. Ja, mooi. Zeggen dat wij nu dat wat ik dus net heb gezegd, van wij hebben een hogere welvaart, ja. Dat is wel heel boeiend. Want we zijn heel vaak geneigd als mensen om te denken in boven of onder, of links of rechts. Ja, polariteit. Dat is de menselijke ervaring. En er zijn ook mythische of sofistische. Er zijn geschriften van Tres Magister, of hij wordt anders genoemd in de mystiek. Alchemie? De alchemie, zeg maar, die zeggen dan, ja, alles moet juist in onevengetallen komen, want. Maar zij denken ook weer in polariteit en zij denken ook heel erg in piramides. Dus zeg maar, de Illuminati hebben dan zo'n piramide, omdat het is een verhaal waarin sommige mensen superieur zijn aan anderen. En dat zit heel erg in ons denken en heel erg in onze taal, omdat. Ga ik weer terug naar het begin. Die landbouwcultuur is daarbij gebaat. Die schaarste die is ontstaan omdat al die bossen zijn platgebrand en omdat er competitie ontstond. Tussen. Ja, ik denk dat dat ontstaan is omdat we hekken hebben geplaatst. Exact. Eigenlijk is de aarde natuurlijk van iedereen. Maar ja, de grootste crimineel ooit was misschien wel diegene die zei van, nou, ik ga hier gewoon hekken omheen zeggen. En nu zeg ik, dit stukje aarde is van mij. Dus ja, ik moet dat nu gaan beschermen, de hekken moeten hoger, de stekels moeten nog, er moet nog meer stroom op. Ja. en toen zijn we gaan beginnen om dingen naar ons hand te zetten. Volgens mij is daar heel veel, tenminste dat is het verhaaltje, zeg maar, wat ik gelezen heb en wat ik dan ook nu terugzie. Hè? Want daar zijn we ook dieren gaan domesticeren, dat zijn nog steeds dezelfde dieren die we nu eten. Daar zijn we granen, maïs en soja gaan domesticeren zijn ook nog steeds de dingen die we nu eten. Maar ik ben ook nog, ja, ik vind het razend interessant, die hele geschiedenis. Want wie zegt niet dat we daarvoor een beschaving hadden, die misschien wel een veel groter bewustzijn hadden dan we nu, die ons echt uitlachen met zo'n podcast studiootje. Omdat die gewoon konden teleporteren, die hoefden niet eens te praten en dan toch konden ze misschien wel al weten. Wat ik dacht en wat jij denkt. Ja, er is geen manier om dat zeker te weten, nee. Of dat heeft bestaan. Althans. Maar deze discussie begon even, omdat jij zei, we hebben misschien wel meer welvaart dan ooit tevoren. En dat is een valse uitspraak van mij, want ja. Het is
niets is met elkaar te vergelijken. Precies. En we zitten vaak wel heel erg vast in die... In dat denken in een boven of een onder. Ja. En die temporele orde, zo heet dat. Daar is veel over geschreven door Jaap Goudsblom. Wat ook een van mijn inspiratoren is. Dat is 2 jaar geleden overleden. Maar, kun je zijn naam nog een keer zeggen? Jaap Goudsblom. Is, was een hele goede vriend van Norbert Elias. Die ook een bekende socioloog is. En hij heeft eigenlijk bestudeerd hoe etiketten zijn overgedragen. Dus... Ja, etiket is een manier van doen of wat is beleefd, wat is onbeleefd. Ja. Hij heeft een theorie over differentiatie en het is moeilijk in 2 zinnen samen te vatten, maar... Je mag ook 10 zinnen gebruiken. Ik zal het kort proberen te vatten. Jaap Goudsblom zegt, doordat mensen technologie zijn gaan gebruiken, zijn ze ervan afhankelijk geworden, maar... De technologie maakt dus een nauwer pad naar de toekomst toe. Je wordt, het is meer padafhankelijk omdat we het vuur zijn gaan gebruiken, maar ook de stoomkracht naar de industriële revolutie, maar ook bij de landbouwrevolutie. Het graan, we zijn afhankelijker daarvan geworden, maar het creëert ook heel veel mogelijkheden. Dus er is diversificatie en specialisatie. Ja, maar dat komt omdat normaal moesten en jij moest bezig zijn met het eten en ik moest bezig zijn met het eten en jij moest je schoenen poetsen en ik moest mijn schoenen poetsen. Hè? Dus we waren eigenlijk de hele dag bezig om zelfvoorzienend te zijn. Maar als jij op een gegeven moment gaat zeggen, ja, ik ga wel voor het eten zorgen, Janneke, dan kun jij de hele dag schoenen poetsen. Ja, dat creëert natuurlijk dat ik niet meer de hele dag besjes hoef te gaan plukken. Maar het zorgt er ook voor dat ik niet meer de hele dag lekker besjes hoef te plukken. Dat is toch eigenlijk wat hij zegt? Ja, en dat is dus een wederzijdse afhankelijkheid, ja, waardoor de complexiteit van het systeem toeneemt. Ja. Dus we hebben die hiërarchieën nodig om, en die rolverdelingen, om te kunnen functioneren zoals we nu doen. Dus wat wij eten vandaag de dag in de supermarkt is, denk ik wel, het meest gevarieerde dieet ooit. Want we hebben alle seizoenen in 1 tijdstip. Ja. Het is niet duurzaam, maar het is wel hyperdivers. En ik ben niet een voorstander van blauwe bessen eten terwijl het winter is. Want dat wordt in een kas gekweekt, wat fossiele brandstof gebruikt. Maar het is wel heel goed voor je dieet. Want je kan het hele jaar door vitamine krijgen. Dus we zijn wel gezonder in dat opzicht. Maar op andere vlakken zijn we natuurlijk minder gezond. Want we bewegen minder of we zitten achter een scherm de hele dag. Ja, grappig. Maar deze weet ik dus ook niet. Want nu hebben we dan wel weer tijd nodig. Want ik denk... Als je, dit verhaal is misschien geldig als we kijken naar de laatste 10.000 jaar. Maar als we kijken naar 3 miljoen jaar, dan zijn we misschien nu wel ongezonder dan ooit. Omdat we toen heel dicht, ik weet ook niet, ik was er ook niet bij. Maar ik kan me wel voorstellen, zoals jij zo straks begon, als dat we eigenlijk spelende wezens zijn. En misschien ook relatief, ja, lui wil ik het niet noemen. Maar stel je voor, we zijn ontstaan rond de evenaar. Waar het gewoon... een overvloed is inderdaad, wat jij zei, aan groenten en fruit. En dan is je leven, over tijd gesproken, echt te kort om al die verschillende groenten en fruitsoorten te kunnen proeven. Dan denk ik dat we nu eenzijdiger leven en eten dan ooit tevoren. Ik ben er niet over uit, omdat ten eerste zijn dus te veel variabelen om er een uitspraak over te doen. Want, nou... jij en ik kennen het ananas en ook banaan. En onze ouders die zijn opgegroeid en dan kwam dat voor het eerst in de supermarkt. Ja, klopt. En wij hebben dus smaken tot ons genomen of door het vliegtuig landen bezocht, wat nooit eerder mogelijk was. En dat zijn unieke ervaringen die, ja... Ja, maar dit verhaal is volgens mij waar tussen haakjes als we naar de laatste 10.000 jaar kijken. Dan is dit verhaal waar. Maar als we veel verder terugkijken, dan weet ik niet of dat waar is voor mij. Maar goed, dat maakt niet uit. Dan kunnen we... Nee. Ja, er zijn mensen die denken dat Machu Picchu is gebouwd door mensen die, door lichtwezens, die zo ver zijn geëvolueerd dat ze dachten, ja, waarom zijn we nog op dit aardse bestaan? We gaan alleen een geestelijk leven leiden en we gaan terug naar die moeder, of niet moeder, maar zusterplaneet Sirius A. Ja. Wat ook bizar is als je erover nadenkt, dat er dus, dat is onze, zeg maar elk jaar staat Sirius A op precies dezelfde plek aan de hemel. En dat was ook de basis voor het maken van kalenders, omdat er een regelmaat van uitgaat. Ja. En zonder dat meetpunt kan je niet die orde ontwikkelen. Nee, precies. En die hele rigide structuur waarin alles exact evenveel meet. Dus er is ergens een planeet
En dat, of dat nou dan een patroon is wat voor ons opvalt, waardoor het betekenis krijgt. Of dat het, zeg maar, iets van bedoeling heeft. Want ja, dat is de grote vraag altijd. Ja, dat altijd. Is de grote vraag, ja. Dat maakt, is mij een beetje om het even. Wat ik veel interessanter vind, is dan van, misschien zijn ze allebei tegelijkertijd waar, want paradoxen bestaan ook. En dat is dan een deel van de kwantumfysica. En dat is ruimtetijd. En dat is eigenlijk zeggen, nou, tijd is, gaat sneller bij je voeten dan bij je hoofd. En je kan tijd reizen, omdat stel je hebt een tweeling, broer of tweelingzus, en je gaat naar de ruimte, je gaat reizen naar Mars en je gaat weer terug. Dan ben je 10 dagen, stel je bent als laatste geboren. Nou, je bent minder snel oud geworden in de ruimte, dus je bent ineens ouder dan die persoon. Het is er zijn allemaal manieren om over tijd te denken, die ons ook te buiten gaat, omdat wij maar een aantal zintuigen hebben die... bijvoorbeeld het feit dat wij zwaartekracht hebben en onze planeet is niet zoals die van de kleine prins. De kleine prins heeft 3 vulkanen en een roos en een baobabboom. Of die baobabboom wil de hele tijd omhoog groeien. Hij kan dan gewoon in 2 minuten om zijn hele planeet lopen. Dus hij ziet dat het rond is. Maar wij hebben zo'n grote planeet dat we dus de horizon zien als recht. En daarom hebben we links en rechts. En daarom hebben we boven en onder. Maar stel, er gaat een nieuwe generatie opgroeien in ruimteschepen waar geen zwaartekracht is. Dan hebben ze misschien ook nieuwe taal nodig voor het concept tijd. Want er is geen onder of boven, er is geen links of rechts. En dan wordt het multidimensionaal. En dan hebben we geen stomme papiertjes zoals ik voor me heb, waarin al die tijdsoorten toch worden geprobeerd te vatten. Ik probeer ze dan te vatten in... toch opposities, die toch weer tweedimensionaal denken uitstralen. Dus ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar dit boek, zeg maar, in de wereld zetten. En andere mensen daarover laten denken. En dan lachen mensen dit ook uit over 200 jaar. Dan denken ze, oh, wat een apen waren dat. Dat ze nog niet zo ver waren, dat ze tijd gewoon zagen als iets wat je... Als een illusie misschien wel. Ja, ik ben niet zo'n fan van het woord illusie, omdat net als met geld, zeg maar, als je zegt van ja, geld bestaat niet, het vormt toch heel veel van de realiteit om ons heen. Ja, ja, en ja. Het is pas in, wij hebben op de beurs in Amsterdam in 1600 dat aandeel bedacht, waardoor je samen een onderneming kan starten en dingen kan bouwen die je niet voor mogelijk houdt. Ja. Grote keizerrijken ook. Ja. Dat is heel erg gaaf. Het heeft ook, zeg maar, wie ben ik om te zeggen wat we doen op de wereld is niet goed. Met hindsight weet je pas hoe verschrikkelijk iets is geweest of juist geweldig. Ja. Maar ja, dat er een mens op de maan kan lopen, dat was niet mogelijk geweest onder COVID. Oh, oké. Okay, ja, ik geloof, ik weet niet of ik dat graag geloof of dat gebeurd is. Nee, er is een heel mooie mockumentary over gemaakt, The Dark Side of the Moon. En de Dark Side of the Moon is zeg maar de donkere kant van de maan die wij nooit zien. Want de maan gaat om de aarde heen. En dan daarin zegt ze dat Stanley Kubrick de maanlanding heeft in scène gezet. Er is ook een mooie documentaire over The Shining. Dat is een horrorfilm van Stanley Kubrick. En daarin zitten heel veel verwijzingen naar de maanlanding. En dat hij dat allemaal... Nou, het is heel grappig. Maar wat ik heb met dat soort theorieën, zeg maar... Ik zie het gewoon als entertainment, want dat is het tijdvak ook. Het tijdvak is eigenlijk een verhaaltje. Oh, sorry. Het tijdvak is een verhaaltje, een kader. En je laat iets zien en je laat heel veel niet zien. En dat is de kunst eigenlijk. Ook, jij had het over hacken en de wereld opdelen in hokjes. Althans, zo vertel ik dat dan even. Tijdvakken is eigenlijk de hele geschiedenis van we zetten ergens een label op, maar ook een getal. Ja. Dus een waarde, een prijskaartje. Dat is heel beperkt, want wat is, zeg maar, stel jij koopt dit huis, wat is het over 500 jaar nog waard? Geen idee, maar nu heeft het een super specifiek prijskaartje. Ja. En dat is een verhaal, want jij moet, stel je wilt het huis verkopen, wat helemaal niet het geval is, het is puur hypothetisch. Ja, ja, ja. Jij wil daar 500.000 euro voor hebben. En om die 500.000 euro te vangen, ga jij een verhaal vertellen. Ja, namelijk, het is mooi gelegen, je bent hier aan het water, dit en dit en dat. Ja. Maar wat je er niet bij vertelt, is alles wat misschien gebrekkig is. Ja. Dus door klimaatverandering wordt heel Noord-Holland straks 1 groot moeras. Wil je hier dan nog wonen als er overal muggen zijn en er geen supermarkt te bereiken is? Want er is geen weg meer, je moet alles via het water doen. Ja.
Maar dan drijft deze woning niet uit. Ja, je hebt een hele slimme investering gedaan misschien. Ja. Hoewel, ook een ark moet volgens mij het water uit elke 40 jaar of zo om onderhouden te worden. Nee, ik weet het niet. Nee, maar grappig. Ik ga het even proberen samen te vatten. Is dat wat we met geschiedenis doen, is eigenlijk, we hebben een heel verhaal, maar we gaan de loep leggen op een heel klein deel van dat verhaal. En pats, dat gaan we dan vastleggen in de boeken met foto's en verhaaltjes. En dan denken we, zo was het toen. Exact. Terwijl, zo was het toen inderdaad, maar er was nog veel meer toen. Ja, die hele reden dat we nu dan discussies hebben over standbeelden van Pieter Koen. En gewoon al die mensen die vroeger aan de onderdrukking hebben gedaan. Dat is heel erg, het patriarchaat zet heel veel mannen op een voetstuk die met brute kracht overal enorm huishouden. En die vallen nu van dat voetstuk, want wie heeft ooit het voetstuk gemaakt? Is een heel kleine groep mensen die bepaalde dat er een standbeeld kwam, een commissie die niet gekozen was, die geen afspiegeling was van de bevolking. Dus ik snap heel goed dat er heel veel woede is in de maatschappij, omdat die normen steeds veranderen. Wat is goed gedrag en wat is een echte democratie? En wat we nu zien, en daarom heb ik LEF ook opgericht, is dat onze democratie door partijleden of door partijen worden bepaald. Helaas kan ik ook niet zeg maar verkozen worden zonder partij, dus heb ik er toch één moeten overzichten. Maar die mensen zijn helemaal geen afspiegeling van jij en ik. Dat, zeg maar, jij en ik zijn in een provincie, wonen in een provincie waar heel veel politici misschien vandaan komen, maar mensen uit de Achterhoek, die worden al veel minder vertegenwoordigd. Mensen zonder diploma worden helemaal niet vertegenwoordigd. En al die mensen hebben ook een rijke manier van denken. En die diversiteit, die is heel erg nodig om een goede besluitvorming te nemen. En ik denk, als je met het oog op de toekomst een goed besluit wil nemen, moeten al die visies zijn uitgenodigd aan tafel. En moet je daar een soort echte interactie hebben, en niet een theaterspelletje. En dat is de politiek. Ja. Dat is heel erg dat vak van wij kiezen wat we laten zien. En alles wat lelijk is, dat gaan we niet laten zien. Ja. Of juist, ze tonen ook heel veel lelijke dingen, vind ik zelf dan. Maar die diversiteit, die kunnen we alleen bereiken als we ook jongeren een stem geven. En wij willen dus als LEF zijnde, als eerste ter wereld en unicum. We zijn ook een soort partij gebaseerd op tijd. Al die 20% van de Nederlandse bevolking die onder de 18 is, die niet mag meepraten, ook uitnodigen voor oplossingen. Want zij zijn de toekomst. Waarom laten we hun dan niet meepraten over de toekomst? Oké, ik vind het echt direct bijna een slecht idee. Want kinderen onder de 18, ze zitten het gros van de tijd op school. Daar wordt echt niet je geleerd hoe je moet denken, maar er wordt heel erg geleerd wat je moet denken. Ik bedoel, kijk, ik weet bijvoorbeeld, jij zei zo net ook over het klimaat. Nou, wat is dan het klimaat? Klimaat is volgens mij het gemiddelde van hoe warm het ergens is geweest. Of voor 30 jaar. Ja, of hoeveel het heeft geregend. En dat bepaalt dan wat voor klimaat we hebben. Maar het feit dat bijvoorbeeld nu.nl een aantal jaar al heeft gezegd van, alles wat, alle berichten of alle wetenschappers die laten zien dat het klimaat wellicht niet wordt beïnvloed door de mens. Die gaan wij sowieso al geen podium geven. Dus die generatie van 0 tot 18, ik snap dat je ze een stem wil geven, maar... Ik wil je even corrigeren, want ik geloof dat het klimaat wel door mensen verandert. En 99% van de klimaatwetenschappers zijn daarover uit. En er is heel veel, we hebben heel veel jaren gespendeerd ook aan het aandacht geven aan klimaatontkenners. En dat zijn mensen die dus door fossiele brandstofbedrijven worden betaald om nep wetenschap te bedrijven. En ik ben daar echt op tegen, omdat toekomstige generaties een aarde erven, die dan dus op winst belust is. Want die oliereuzen betalen nergens belasting, zijn gif aan het dumpen in onze leefomgeving. Ja. En we houden hen dus in het zadel, ja, door zulke nep wetenschappers die klimaatverandering in twijfel trekken, ja, door die een podium te geven. Dus ik dat even daarover. Ja, maar ik even filosoferen, hè. Want ik heb bijvoorbeeld, ik geef voor klimaatgesprekken, ben ik letterlijk met mensen ook bezig om te denken en te praten over dat klimaat. Maar ik had op een gegeven moment wel zoiets bij mezelf van, haal ik milieu en klimaat niet door elkaar? Hebben wij niet een milieuprobleem? Hebben we niet een economisch probleem? Hebben we niet een probleem met ons belastingstelsel? Of hebben we daadwerkelijk ook echt een probleem met het klimaat? En ik ben het met je eens. Volgens mij is er niemand op de aarde die gaat
die ontkent dat het langzaam ietsje warmer wordt. Waar alle problemen in hun oorsprong in hebben, ook volgens Eckhart Tolle, is die tijd en wat mij betreft ook de diversiteit. Dus verschillende soorten tijd moeten met elkaar in balans brengen en dat geldt dus ook voor verschillende leeftijden. En om terug te komen op het verhaal van jongeren, ik wil niet jongeren letterlijk in die Tweede Kamer zitten, want als je hun zou vragen hoe zouden we samen dingen besluiten, hebben we daar dan een kamer voor nodig waar alles via wetgeving moet gebeuren? Hebben we dan stokken en wortels nodig om mensen echt in beweging te krijgen? Of gaan we gewoon met z'n allen spelen en iedereen uitnodigen om mee te spelen? En kunnen we er een interactief iets van maken waar geen rechter aan te pas komt? Want het is heel erg bedacht allemaal, zeg maar, een trias politica. De democratie in Rome, in Athene was helemaal niet zo, dus de klassieke democratie, de directe democratie. Daar werd gewoon van mening gewisseld op een marktplein. Het was niet zo complex. Wel dus niet toegankelijk voor slaven, barbaren, vrouwen en kinderen. En dat voor kinderen geldt vandaag de dag nog steeds. Barbaren waren dan gewoon buitenlanders, dus mensen die geen staatsburgerschap hadden van Athene. De kinderen hebben een aantal krachten en dat zijn verbeeldingskracht, het is fantasie en het is ook speels zijn en nieuwsgierig naar hoe iets werkt. Dus ze hebben een heel groot lerend vermogen. Andere leeftijdsgroepen hebben andere talenten, dus 50-plussers zijn supertalig, want je brein bereikt een hoogtepunt qua je lexicon, dus hoeveel woorden je kent. 40ers kunnen heel goed leiding geven, omdat ze weten inmiddels met hun ervaring hoe de hazen lopen en hoe mensen zeg maar gemotiveerd zijn om ergens hard voor te gaan rennen. Ja. En senioren, grootouders, die kunnen misschien heel goed wijsheid doorgeven die verloren dreigt te gaan. Dus kennis over vroeger, waarvan we nu zeg maar zijn vergeten van, zij weten nog hoe het is om zonder mobiel te leven. Dat weet ik zelfs nog. Ja, wij allebei. Maar ook bijvoorbeeld dat er nog geen trein reed tussen Amsterdam en Hengelo. Weet ik veel. Zij kunnen ons heel erg nederig maken over de luxe die we bezitten. Ja, dus eigenlijk wat jij zegt is neem alle generaties mee in je besluitvorming. Ja, en zorg er dan voor wel dat die krachten van de jongere mensen, dat die wel letterlijk aanwezig zijn en gezien worden. Dus het is niet van we gaan 30 zetels vullen met kinderen en die krijgen dan niks te zeggen, want die moeten meedoen met de volwassenen. Nee, juist de volwassenen die al verkozen zijn, die 18 plus zijn. Overigens vaak zijn parlementariërs ouder dan 30 of 35. Er zitten heel weinig mensen in van die, ook van de jongeren. Dus daarom komen we daar als lef ook voor op. Maar al die mensen die ouder zijn, moeten ook meer kind worden. Want zij zijn dat ontleerd. En zij zijn vergeten dat dingen vormbaar zijn. En dat alles waar we ooit voor hebben gekozen, of misschien gewoon hebben overgenomen van de vorige generatie, dat helemaal niet vaststaand is. Dus Nederland loopt straks onder water in 2030, 35, want de linker Antarctische ijsplaat is afgebroken en de gletsjers smelten nog sneller dan we hadden gedacht. Dan gaan we met z'n allen misschien wel naar Zweden verhuizen en bestaat Nederland niet meer. Nou, we kunnen dat moeilijk voorstellen op dit moment. Maar de jongere generatie weet dat al. Die zijn al veel verder in dat proces. Die hebben ook veel minder binding nog, want ze hebben geen 80 jaar bagage van ik wil dat Nederland blijft bestaan en dat is een heel vaststaande identiteit. Natiestaten zijn ook maar gewoon bedacht in 1800 toen Duitsland en Italië werden gevormd. Dus lang verhaal kort. Wij hebben echt zoveel te winnen als we die cirkel groter maken en ook het perspectief of de blik van jongeren volledig benutten. En dat betekent niet alleen hen in spraak geven, het betekent ook dat wij moeten veranderen. Dus dat wij eigenlijk open moeten staan, hen serieus nemen, luisteren in plaats van zenden. En dat is best wel frustrerend, want er zijn heel veel mensen, vooral ook ouderen, die gewoon niet zo veranderingsgezind zijn. En door vergrijzing wordt Nederland steeds conservatiever in beleid, dus minder risico's. Terwijl je soms wat lef moet hebben om gewoon te durven. Mooi, mooi. Ja, ik heb niet het idee dat wij hier. Ja, ik denk echt dat het een poppenkast is. Dat hele Tweede Kamer en Eerste Kamer gebeuren. Het stamt ook van elkaar af. Dus het theater, zeg maar, het amfitheater, door de Romeinen, door heel Europa verspreid. Bewust om hun cultuur, zeg maar, gemeengoed te maken via theaterstukken. Werkt op dezelfde manier. Dus de logos, pathos, ethos, dat zijn gewoon acteurskwaliteiten.
Ik weet niet of je daar bekend mee bent, maar nee, Aristoteles... Nee, maar ik zie wel gewoon dat het een poppenkast is. Ja, en dat is waarom authenticiteit dit, zeg maar, omdat we in deze... Dat is de forte van sociale media, is dat alles democratischer wordt. Er zijn ook allemaal nadelen van sociale media, waardoor je ongelukkig van wordt. Maar mensen prikken er makkelijker doorheen en kunnen daardoor meer stemmen voor authenticiteit. En dat zijn mensen als Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt. Ook Geert Wilders op een bepaalde manier, hoewel hij ook echt een hele dikke rol speelt. Hij is misschien wel de meesteracteur van de Tweede Kamer. En daarom willen wij eigenlijk vooral burgerraden in het leven roepen. En dus via loting de oplossingen die worden bedacht in Den Haag veel simpeler en eenvoudiger maken. Want als iedereen mag meepraten, dan werkt het systeem ook voor iedereen. Ja, maar wat vind je dan van mijn strategie? Dat ik heb zoiets, ja, ze spelen daar een poppenkastshow. Ja, ik koop niet eens een kaartje. Ik kijk er niet eens naar. Ik vind het echt, over tijd gesproken, verspilling van mijn tijd, van mijn energie. Dan denk ik, ja, uiteindelijk heb ik maar één doel. En dit klinkt super egoïstisch, hè. Ik snap dat heel veel mensen nu kortsluiting krijgen en een keihard afknappen. Maar uiteindelijk is wel mijn enige doel dat ik een mooie dag heb. Dus waar het mij om gaat, is dat mijn uiterlijke wereld is een afspiegeling van mijn innerlijke wereld. Dus waar ben ik eigenlijk mee bezig? Het hebben van een mooie dag. Zorgen dat ik niet door de bril van het verleden naar het heden kijk. Dus proberen onkruid onder mijn eigen tegels weghalen. Zorgen dat mijn bloemetjes er mooi bij staan. En zorgen dat ik met een liefdevolle blik naar de ander kan kijken. En hem echt kan zien voor wie die is. En dus zelf een mooie dag hebben. Dat is eigenlijk mijn hele doel. En naar het theater, ja, ik kijk er niet eens naar. Nee, en je hebt helemaal gelijk. En ik zou iedereen ook aanbevelen om voor hunzelf dit pad te bewandelen van wat maakt mij gelukkig. En niet dingen tegen heug en meug doen die tijdrovend zijn. Want daar zijn er een heleboel van. En dat is allemaal zonde van de tijd. Anderzijds, als je niet zeg maar een alternatief bouwt voor of een verbetering levert ten opzichte van het vorige systeem, ben je in mijn ogen een beetje medeplichtig. Dus we kunnen ook niet wegkijken, we kunnen ook niet niks doen. Nee. En daarom, ja, ik ben bezig met LEF enerzijds en met het boek anderzijds. Want ik denk als ik mensen gewoon handvatten kan bieden om hun tijd beter in te delen, en dan bedoel ik echt niet van ik ga om 5 uur opstaan en dan om 4:55 ga ik douchen. Dat bedoel ik niet met tijd indelen. Ik bedoel dan echt ruimte maken voor dat wat mij gelukkig maakt. Ik ben ook een tijdtest aan het ontwikkelen, waardoor mensen gewoon die tijd in eigen hand weer kunnen grijpen. In plaats van... Dat ze geleefd worden? Ja, dat ze hun tijd letterlijk aan anderen geven. Ja. En dan zit jij een half uur te scrollen op een apparaat waar jij nog geld voor hebt betaald ook. Op een gratis app die al jouw data wegsluist. En die wie wordt er nou beter van? Ja, jij wordt er lethargisch van. Je wil niet meer van de bank afkomen. Ja. Mensen hebben minder seks omdat ze op dating apps of aan het swipen zijn. Ja. Het zuigt energie letterlijk. Ja, maar dat we minder seks hebben, dat is toch... Ik, dit is echt een dirty mind hoor. Maar de andere kant op dirty mind. Ik heb soms het idee van volgens mij is dat ook precies de bedoeling. Een samenleving creëren zonder aantrekkingskracht, zonder seks inderdaad. Zodat we gewoon met wat minder... Ik geloof niet zo in opzet en ik denk dat heel veel dingen gewoon toevallig lopen. Omdat er gewoon, zoals in de natuur, zeg maar een bever een dam maakt. Ja. En dan gaat die rivier en dan toevallig gaat het gewoon langs een andere plek waar... Ja. Bevers zijn eco-engineers. Dus zij, zij doen zeg maar, ik weet niet of ze handelingsperspectief hebben of ze het bewust doen, waarschijnlijk niet. Maar ze schaden het milieu daar niet bij. Natuurlijk is bij die sociale media bedrijven is er opzet in het spel. Zij hebben een verslavend product ontwikkeld. Gewoon letterlijk een nieuwe vorm van drugs. Waar ze heel rijk van worden. Ik wou net zeggen, volgens mij is het wel handig. Met de digitale munt en zo die eraan komt. Volgens mij kunnen we daar een paar grote bedrijven weer net iets meer door verdienen. Ik denk het juist niet, omdat... De ECB, en wat ook geen staatsbank is, en want al die overkoepelende banken zijn ook privé entiteiten, dus die zijn niet van het volk. Qua diversiteit zijn ze helemaal geen afspiegeling van ons. Daar is een mooi burgerinitiatief over geweest, ons geld. Die ECB probeert wel tegenwicht te bieden aan de marktpartijen, zoals Facebook en Uber en andere. Die dus een super app willen ontwikkelen, waardoor jij
hun digitale currency gebruikt. En niet die wij toch met z'n allen met een klein beetje democratische invloed bepalen. Want de ECB wordt wel aangestuurd door de Europese Commissie. En dat is dan wel weer een democratisch orgaan. Dus ik sta minder positief tegenover bedrijven als Facebook en Moloch en als Google. Overigens waar ik zeg maar wel van gebruik maak. Lekker hypocriet. Want ik heb ook een besturingssysteem op mijn telefoon. Maar die mensen doen toch meer kwaad in mijn ogen dan de mensen die proberen die markt een beetje in toom te houden. En dan denk ik dat een digitale munt, ja, dat het wel meegaat met je tijd. En ja, gebruik heb jij nog cash geld altijd? En kan je daar overal mee betalen? Nee. Ja, dus ik probeer wel zoveel mogelijk met cash te betalen. Ja, maar het is niet de toekomst, denk ik. Want nee. Als jij zegt dat geld een illusie is, wat klopt, dan is het misschien wel een stapje. En de bitcoin, et cetera. Ook al is bitcoin heel erg vervuilend, dus ik ben er geen voorstander van. Maar het kan wel een stapje zijn naar een systeem waarin we elkaars uren gelijk gaan waarderen. Waarin dus jij niet minder waard bent omdat je een bepaalde functietitel hebt of een bepaalde diploma. Maar dat we echt gewoon, dat jouw uur in de keuken, dat jij een mooie nieuwe kookvideo opneemt, net zoveel waard is als mijn uur dat ik aan mijn boek werk. En omdat dus transparant wordt dat het allemaal doorgestoken kaart is, want vroeger was geld nog echt goud of zilver gerelateerd. Dus het had een echte waarde, het was echt schaars of niet. Dat is al lang niet meer. Dankzij dat inzicht kunnen we straks misschien wel de stap maken naar, goh, geld bestaat niet meer en we zijn allemaal op hetzelfde level. En er zijn sommige mensen met hypertalenten, dus die zijn wel wat meer waard. Of niet iedereen kan een leidinggevende zijn, hoewel ik dat wel durf te betwijfelen, want iedereen heeft leiderschapskwaliteit, geloof ik. Maar dat, ja, dat we gewoon bewust met z'n allen zeggen van, nou, George Clooney is ook wel echt, ziet er fantastisch uit. We geven hem net wat meer, want je bent zo goed, weet je wel. Maar nu is het allemaal toeval gebaseerd of juist marketing en mensen wel een product verkopen wat heel veel geluk is. Heel veel mensen die rijk zijn denken dat ze daar heel veel voor hebben gedaan. Maar het is gewoon een flip of the coin. Je bent gewoon heel erg... Je hebt heel erg geluk gehad met waar je wiegje stond en welke kans je hebt gekregen. Interessant allemaal, Daniel. Hey, ik pak eventjes mijn lijstje erbij. Want op jouw website vind ik letterlijk de zin, alle problemen ontstaan door tijd. Dus ik probeer, hem weer rond te maken. Heel circulair. Ja. Hoe ontdekte je dat? Dat die alle problemen ontstaan door tijd. Uiteindelijk is dat wel ook precies wat Eckhart Tolle zegt. Ja, nou, hoe ik dat ontdekte was wel een soort mind-blowing boek. En dat was van Peter Peters. En dat is een socioloog die inmiddels muzikoloog is aan Maastricht Universiteit. Maar hij beschreef eigenlijk drie soorten tijd in een boek. En dat heet De Haast van Albertine. En er is een heel wereldberoemd boek van Marcel Proust. Dat heet À la recherche du temps perdu. Dat is dus Op zoek naar de verloren tijd. En daarin zegt Proust, tijd maakt alles kapot, behalve kunst. Want kunst overstijgt dat, dat haalt een subliem niveau, wat ook volgende generaties nog kunnen waarderen. Ja, dus, schoonheid, echte schoonheid. Echte schoonheid. Ja. En dus heeft hij een roman van 12 miljoen woorden geschreven, van 7 delen, waar je heel veel tijd aan kwijt bent om dat te lezen. Maar hij zegt eigenlijk tijd, of zeg maar kwaliteit, en dan bedoel ik dus Q-U-A-L-I, en dan tijd. Kwaliteit zit in zintuigelijke ervaring. Dus het koekje wat je, of de linde, madeleine cakeje wat je drinkt bij de lindenthee bij je tante vroeger. Of het tuinhek dat kraakt toen je toen je de tuin binnenliep. Nee. Het zit gevangen in die emoties zitten gevangen in een zintuigelijke ervaring. En Peter Peters, dus de schrijver van De Haast van Albertine, die zegt van, we hebben eigenlijk behoefte aan aan een soort tussensoort van tijd. Tussen die kloktijd, die zeg maar tijdsoort 1 is, en de andere tijd, de subjectieve tijd, wat tijdsoort 2 is. We hebben type 3 tijd nodig en type 3 tijd is de passage. En toen ik dat las, dacht ik, wauw, tijd is dus niet het een of het ander. Er is ook nog een tussenweg, een derde weg. Namelijk, een passage is zeg maar niet een verplaatsing en het is ook geen reis, maar het is iets ertussenin. Het is het nu. Ja, het is het nu. En wat komt er nu voorbij?
en op welke boot spring ik nu en wat zegt mijn hart nu. En eigenlijk dat het veel meer om de ervaring gaat. Maar tegelijkertijd rekening houdt met al die sociologische constructen. Namelijk, we hebben wel tijd nodig om te overleven op de moderne manier van, ja. Van interactie. Dus hij beschrijft op weergaloze wijze hoe KLM zeg maar, de schema's verzorgt. En stel, er is een onderdeel kapot van een vliegtuig in Barcelona. Hoe ze met heel veel, hoe ze superveel in het werk moeten stellen. Om jou als reiziger dus van A naar B succesvol te krijgen. En daar zit heel veel achter de, er zit heel veel, er is een heel proces zeg maar, wat alles in stand moet houden. Dus wat wordt vergeten is dat bij infrastructuur altijd heel veel onderhoud nodig is. En heel veel mensen zijn constant bezig om het in de lucht te houden. Dus dat wij iets kunnen uitzenden bij Spotify, er zijn gewoon misschien al 200, 300, 500 mensen bezig. Permanent om Spotify in de lucht te houden via servers en via kabels aanleggen en data chips ontwerpen die nog meer muziek kunnen streamen. Toen ik dat las, dacht ik, wauw, tijd is dus gewoon vormbaar. Maar het is wel beperkt, want ik had de ruimtetijd niet teruggelezen in zijn boek. Dus eigenlijk de verhalen van Stephen Hawking en Carlo Rovelli, de kwantumfysici die zeggen, nou, tijd is gewoon helemaal geen onderdeel, geen bouwsteen van het heelal. Het is niet, het bestaat eigenlijk niet. Het is iets wat wij als mensen observeren en daardoor in het leven roepen. Dat miste ik eigenlijk. En ook de mentale tijd. En dan zijn er psychologen als Carl Jung, die het heeft het over synchroniciteit. Dus wanneer jij en ik elkaar moesten ontmoeten op dat ene moment. Wordt ook wel serendipiteit genoemd. Ja. Dat iets per toeval toch precies zo loopt als het zou moeten lopen. Ja. Dat miste ik ook. En toen ging ik dus eigenlijk heel veel soorten tijd uitpluizen. En kwam ik tot 12 tijdsoorten. Ook een beetje omdat we zijn gewend om 12 uren in een uur te lezen. Daar kan ik ook nog over vertellen hoe dat ooit is ontstaan. Maar dus Peter Peters, dat was eigenlijk de eerste filosoof die mij de juiste kant op bracht. En daarna Joke Hermsen, die ook veel over tijd heeft geschreven. Marjolein van Heemstra. De chrononauten zijn een toffe schrijvers over de toekomst. Want speculeren is ook een tijdsoort. Dus vooruitzien en voorspellingen doen. En sommige mensen kunnen dat heel goed. En waarom kunnen ze dat dan? Dat is super bijzonder. Je hebt in Japan ook mensen die de beurs voorspellen. En die daar echt super rijk mee worden. En die worden dan, nou ja, is een Amerikaanse beursspeculant, Martin Armstrong, die werd daarom opgepakt, want hij kon de markt te goed voorspellen. Dus hij was eigenlijk, he was playing against the house, zeg maar. Dus als je in het casino komt, dan zijn de kansen altijd kleiner dat jij wint dan het casino. En hij won vaker dan het huis, dus het was heel erg verdacht. En dat zijn gewoon hele leuke verhalen. En nou, toen besloot ik dus om wat begon als een onderzoek naar reisverkorting. Juist naar diversiteit te brengen van hoe kunnen we met z'n allen tijd als een soort speel, een spelletje zien. Maar ik ben nieuwsgierig van wat het voor jou heeft gedaan dat het je meer rust opleverde in je hoofd. Ja, dat is een hele goede vraag. De schakeling die ik heb is dat ik dus heel veel, omdat ik bewuster ben van tijd, veel minder hoef. Dus ik denk eigenlijk zo van, goh, alles wat me niet boeit. Ik kan het heel moeilijk uitleggen, omdat het een soort mentaliteitsverandering is. Maar ik neem echt genoegen met wat er in het moment van mij gevraagd wordt. Dus ik zeg vaker nee tegen dingen die mij uitputten. Of ik zeg, het kan zijn gewoon dat ik stel, ik had gisteren dan een discussie met iemand over belastingen. Want hij vond, je moet mensen niet inkomen afpakken. Hij vindt, als jij inkomen verdient, dan is het van jou. Dan heb jij ervoor gewerkt. En ik denk, nou, je hebt soms niet heel veel geld nodig. Je hebt geen miljard op de bank nodig, zoals Maria de Carvalho Heineken. Daar mag best wel wat meer belasting over betaald worden. Want anders ontloop je gewoon je verantwoordelijkheid. Maar ik merkte eigenlijk dat ik helemaal niet gelukkig werd van die discussie. Dus toen heb ik gewoon gezegd, ja, dit boeit me eigenlijk niet zoveel. Nog een hele fijne dag. Ja, dus jij had liever geluk dan gelijk. Ja, en dan ben ik gewoon, heb ik gekozen van, ik ga hier niet mijn tijd meer aan besteden. Ja, ja.
Choose your battles, zouden wij in, op de straat tegen elkaar zeggen. Ja, pick your battles en zorg ervoor dat jij uitvindt wat jou wel gelukkig maakt. En in mijn geval is dat kunst maken, dus creatief bezig zijn. En het schrijven is een onderdeel ervan, want door schrijven kom ik in een flow. Ja, ja, ja. Maar ook door campagne voeren. Dus met Lef zijn we hartstikke leuke filmpjes aan het regisseren en ontwerpen. En dan is het ook een soort van gedachtenverandering op gang brengen bij mensen van... Oh, kinderen hebben ook wat te zeggen. Oh, en dan hoor je die kinderen die voor onze camera vertellen hoe hun toekomst eruit ziet in hun ogen. En dan denk je, wauw, ik heb dit nog nooit gehoord, weet je wel. Wat leuk dat ik dit mag doen, wat een feest. Ja, ja. Dus het leven is er gewoon een heel stuk lichter geworden. En dit klinkt misschien heel bizar, maar ik was laatst op de Pride en ik was jarig de dag daarvoor. Of ik was jarig op de Pride. En ik heb altijd een soort terughoudendheid gevoeld om in een club, als ik iemand zie die ik echt te gek vind, om daarop af te stappen of daar zeg maar een move te maken. Ja. Maar ook daarin lijk ik een soort transitie door te maken, dat ik gewoon veel meer doe vanuit mijn hart. Zo van, doe het gewoon. Ja, doe het gewoon. Binnen 12 seconden naast zo'n persoon staan en het gesprek aanknopen of het laten gebeuren, want ik was... vorig weekend juist op een ander feest en dan komen die mensen ook naar je toe. Ja. Omdat je dus een, ja, dat heet een resonantie of zeg maar positieve vibraties. Ja. Als je dat schakeltje omzet van schaarste naar overvloed, dan komt er heel veel vanzelf op je pad zonder dat jij... Er is geen schaarste. Nee, er is alleen maar heel veel liefde. Ja, en dat kan je uitnodigen door je hart open te stellen dan ben je niet meer zo aan het spartelen tegen de stroom in aan het zwemmen. Dan ga je gewoon heerlijk mee zo op de rivier zonder dat je iets hoeft te doen. Ja. Je gaat niet meer zeggen van ik wil dit van het leven, ik wil dat van het leven. Maar je gaat gewoon veel meer vragen wat wil het leven van mij. Ja, en dat is ook geven eigenlijk. Ja, en dat komt dan weer bij je terug. Ja, de kunst van het leven is geven. Dat heb je helemaal gezegd. Ja. Wauw. Leuk. Ja, dat laatste kan ik alleen maar heel erg beamen. Maar ik denk ook altijd van... Ik kijk ook gewoon heel nuchter van waar hebben mensen spijt van op hun sterfbed. Dat is dat ze geprobeerd hebben te doen aan voldoen aan de verwachting van een ander. En dat ze eigenlijk te weinig die impulsie hebben gevoeld van... Oh, ik wil heel graag eigenlijk wat tegen jou zeggen. Ik zeg het ook gewoon. Als ik heel graag iets tegen iemand wil zeggen omdat ik diegene leuk vind of mooi vind... of omdat ik iets, I don't know, iets voel. Maar ik heb ook altijd de mooiste gesprekken. En dan zeggen mensen tegen mij, hoe kan het dat jij... Van al die mensen die persoon eruit pikte en met die wilde praten. En dat is zo'n gaaf. Ja, maar dat is voelen en doen. En het lijkt als effortless ease, zegt dan moeiteloze manifestatie. Ja. Ja. Heel magisch. Ik kwam dus laatst iemand tegen. Maar dat heeft jou dus... Wacht even, sorry dat ik door je heen praat. Want ik wil hem rondmaken. Dus door veel meer bewust te zijn van tijd... kreeg je eigenlijk veel meer lef. Door mensen aan te spreken, door vaker nee te zeggen, door... Ja, want die middelste tijdsoort, dat nu of nooit, dat is de belangrijkste. Dus dat is zeg maar, ook die, zeg maar, het symbool van het hartje is ook half lineair en half circulair. Dus er zitten twee bogen in en er zit ook die hoek in, zeg maar, van 90 graden. Oh, mooi. En het hart en hoofd komt daarin samen, want je moet niet zeg maar, je verstand helemaal links laten liggen. Nee. Ik ga hals over kop verliefd op iemand achterna, die gaat mij misbruiken. Of, ja. Je moet ook ergens wel denken, goh, is dit een verstandig idee, ja of nee? Ja, het gaat er volgens mij om, sorry dat ik meer door je heen praat, maar dus houd vast wat je wilde zeggen. Maar dat jij je kloktijd gebruikt in plaats van de kloktijd jou gebruikt, om het maar even in jouw taal... Of zoek die krultijd letterlijk op, want dat ben ik dan ook gaan oefenen of eigenlijk bewust zijn van, ik ben eigenlijk gaan observeren zo van, oké, dus waarom, ik woon in een hofje, ik woon daar met 65 anderen, het zijn hele mooie galerijen, een soort neo-renaissance-achtige, het lijkt een Italiaans palazzo. En we hebben allemaal onze eigen keuken, badkamer en eigen voordeur. Maar we hebben ook één gezamenlijke entree, een tuin en een washok. En je maakt altijd praatjes met elkaar. En het is alsof de tijd stilstaat in de Luterhof. Want je hebt daar dus alle leeftijden wonen. En er verandert heel veel niet. Want er is daar een soort oude bestuurscultuur van... je moet je aan de regels houden en na 8 uur is er geen lawaai. Je mag niet op zondag verhuizen. En er is een portier die brengt de krant rond. En
Je moet daar ook een relatie goed mee onderhouden. Dus het is een heel bijzondere vorm van wonen. Maar waarom werkt het nou zo goed voor mij? Want ik zou niet met huisgenoten willen wonen in een studentenhuis waar niet goed wordt opgeruimd. Dus ik ben heel erg gesteld op mijn eigen privacy. Maar het werkt zo goed ook omdat er dus gewoon letterlijk in dat gebouw heel veel bogen zitten. En een soort spiraaltrap. En die circulaire tijdvormen, die zitten gewoon letterlijk in het glas in lood. Als versiering en decoratie. En als je kijkt naar de Phoenixwijken van Nederland, dat zijn juist allemaal woningen met daken die zijn... Ja, maar ik praat weer door je heen, maar we zien al dat je bloeddruk daarvan stijgt, hè? Ja, want die hebben allemaal zo'n een puntdak en dat is heel erg kloktijd, dat is de vallesvorm. En dat is heel gecompartimentaliseerd. Dus je deelt gewoon niet je leven. Iedereen heeft zijn eigen voortuin, iedereen heeft zijn eigen oprijlaan, eigen auto. En er is een heel soort vergelijkingscultuur van wat doet de buurman, wat heeft hij voor auto, of hoe gelukkig zijn de kinderen van de buren. En die mentaliteit moet je dus zeg maar in de ruimtelijke ordening ook veranderen. Dus dat we veel meer moeten samenleven met generaties door elkaar, verschillende tijdsoorten. Dat is zo perfect aan mijn woongroep. En het enige wat daar niet kan is samenwonen. Dus daarom moet ik daar uiteindelijk denk ik weg. Want je mag geen partner hebben, dus iedereen is wel op zich in de Lutherhof. Maar gewoon dat bewustzijn daarvan maakt ook dat ik dus denk van, goh, ik weet hoe ik de maatschappij kan verbeteren door letterlijk die vormen in te wisselen. Dus in plaats van zo'n Phoenixwijk zonder bezieling, waar alles monotoon hetzelfde is, zoals de kloktijd, zeg maar, ook elke seconde is hetzelfde als de andere. Ja. Heel veel meer diversiteit. En mensen die hun eigen gebouwen bouwen, dat komt door de 3D-printer. En allemaal open source technologie over hoe je een huis bouwt. Earthships en Yurts, et cetera. Er komt veel meer diversiteit. Dus het is een hele spannende tijd om ook in leven te zijn. En ik vind het heel leuk om dan die kennis dus te delen want ik geef gastcolleges ook op universiteiten. Voor stedelijk ontwerpers of juist politicologen of bestuurders. Hoe ze dus gewoon eigenlijk anders kunnen kijken naar de ruimtelijke inneming. Want ruimte is hetzelfde als tijd. En daar zit, dat noemt Einstein de fabric of space and time. En zijn ontdekking daarin is gewoon super letterlijk. Dus gewoon door wat je draagt, de kleding die je draagt, of zit daar wel of niet een driehoek in. Jij hebt bijvoorbeeld een hals die loopt rond. Dus dat is heel circulair. Dus daardoor voel ik me niet door jou bedreigd. Ik draag toevallig een overhemd. Een overhemd is een gesneden kledingstuk. Dat communiceert hiërarchie. En als ik een oorbel zou dragen ik heb toevallig een ank in, maar als er een driehoek in zou zitten, dan zou ik eigenlijk, het is eigenlijk dat patriarchaat, wat communiceert via die lineaire tijdvorm, en het matriarchaat communiceert in golven. Dus letterlijk kunnen we gewoon overal keuzes maken. We staan aan een ronde tafel, daardoor zijn we veel meer geneigd om naar elkaar te luisteren. Als dit een hoekige tafel was, dan stonden wij tegenover elkaar. En nu staan we dus ook gewoon naast elkaar. Dus het is, alles kan in de maatschappij worden vormgegeven met die soorten tijd. Wat dat mij dan heeft opgebracht, zeg maar heel erg concreet. Ik word gewoon heel gelukkig van mijn werk. Ik word heel gelukkig van het feit dat we dus gewoon, dat tijd niet zo, is wat op een klok staat. Hoewel dat een heel krachtig beeld is. Want dit combineert lineair en circulair ook. Dus dat had ik je eerder verteld, dat de 13 is een heilig getal, dat in de getallenleer. En dat zit ook in die Fibonacci-reeks. Maar wat vergeten wordt is dus dat er zijn 12 apostelen en Jezus was de 13e. Dus hij zit in dat centrum. En dat 13, dus dat er eigenlijk 13 maanden ook in een jaar moeten zitten. We kunnen letterlijk met een kalenderhervorming mensen meer in de tijd brengen. Of meer in balans met hoe ze hun leven eigenlijk betekenisvol kunnen inrichten. Ja, want als vrouw heb je toch ook 13 keer een cyclus in een jaar? Ja, mijn zus die heeft van die massages, want zij heeft menstruatieproblemen. En zij vergeet altijd dat ze niet 12 moet inplannen. Maar die maanden die zitten helemaal niet juist, zeg maar, voor je menstruatie. Nee, oké, want dus hoe vaak hebben wij een maand? Ja, de maand is afgeleid van 13? De maandcyclus. En dan zijn er 13 maanden in een jaar. Ja. Hoewel het siderische jaar is dus net wat anders. Want
het komt 10 dagen tekort. Dus een maancyclus is 29 dagen of 27 dagen, afhankelijk van of je kijkt naar de rotatie van de maan of de relatie van de maan tot de aarde. Maar lang verhaal kort, het gemiddelde daarvan is 28,3 of 27,9. Dus je komt of tijd tekort of er blijft tijd over. Maar dat is ook zeg maar heel rigide. Willen dat het lineaire en het solaire jaar samenvallen. Dat is niet zo, want ze hebben gewoon een eigen patroon. Maar vroeger aanbaden wij dus ook gewoon maangodinnen. En stond de maan centraal in de samenleving. Sterker nog, de maan heeft heel veel invloed op niet alleen eb en vloed. Maar ook op onze hormonale afgifte. Heel veel wetenschappelijke studies, waarvan er ook weinig zeg maar, worden gedaan. Maar als ze er zijn, die vinden geen verband. Maar dan denk ik ook ergens, je moet het ook wel willen zien of zo. Want het wordt waar wanneer je het ziet. Ja. Maar dat zou super interessant zijn als we naast die zonnegod, want dat is Apollo, dat is eigenlijk ook Zeus. Dat zijn grote, machtige figuren die zeg maar, een soort heerschappij eisen. Als de maangodinnen, die staan voor overvloed, als ze die vaker zouden aanbidden in de samenleving. En dat ze dus het matriarchaat in de vorm van die circulaire vorm van tijd gewoon meer ruimte geven. Dus letterlijk op elke positie even vrouwen als mannen. En meisjes niet een andere opvoeding geven dan jongens. En zorgen dat... Er zijn natuurlijk verschillen tussen de sekses en met recht. Dus het is ook niet de bedoeling dat we alles precies hetzelfde maken. Genderloos. Dat ook niet. Maar het is wel de bedoeling dat je gelijke kans hebt en dat we dat matriarchaat gewoon gaan uitnodigen in ons leven. Want de vrouw wordt zo gediscrimineerd in de gezondheidszorg. En bijvoorbeeld goed eten, dat is... Je bedoelt dat al die onderzoeken eigenlijk op witte mannen plaatsvinden? Dat, er is een oorlog gaande op het vrouwenlichaam. Niet alleen in de manier waarop het gewoon uitgekleed wordt getoond in de publieke ruimte, alsof het niks waard is. Want een mannenlichaam zie je veel minder vaak, zeg maar, bloot. Gewoon ook de chemicaliën die in vrouwenlichaam worden gespoten. Dat de siliconen borsten toestaan, zeg maar. Wie heeft dat bedacht? Je gaat toch geen plastic in je lijf zetten? En dat vrouwen, die heet het, wordt verteld, oh, je moet niet te dun zijn, maar je moet wel ook lekker curvy en... dat is een modegril, dus elke 10 jaar moet je er anders uitzien. Ik moet er niet aan denken als man. En dan ook nog al die make-up. En ik gun iedereen om zich uit te dossen en mooi te maken. Daar niet van. En op festivals is dat hartstikke leuk. En is het ook gewoon een ritueel wat eeuwen of millennia oud is. Om bij feestdagen extra Maar wat ik wel interessant vind, is dat als we naar de natuur kijken, is het altijd dat mannetje wat zich mooi maakt. En de vrouw probeert er altijd, kijk maar naar de simpele eenden die in iedere sloot zwemmen. Het mannetje heeft kleuren en die is prachtig. En het vrouwtje is gewoon eigenlijk sober. En dat vind ik zo grappig, dat wij dat als mensen ook weer precies anders doen. Die probeert de vrouw de hele tijd zich mooi te maken. En de man die probeert eigenlijk een beetje, zo normaal mogelijk... Terwijl mannen zouden ook hele verschillende soorten baarden en ringen daarin kunnen doen. Of ringen dragen en juwelen net zoveel als vrouwen. En dat maakt het ook gewoon een leuke... Maar waar mij het om gaat, wat ik denk ik wel een belangrijk punt is dat over economische tijd gesproken en kloktijd, wat natuurlijk... Had jij economische tijd nou ook? Dat is kloktijd, ja. Kloktijd is economische tijd. Dat is natuurlijk wel heel erg mannelijk. En als vrouw, de meeste vrouwen moeten ook gewoon 40 uur per week werken. Of ze daar hormonaal nou wel of geen zin in hebben, zeg maar. Of toen in staat zijn, of wat dan ook. Ik denk, ja... En het werkt ook... Het is niet zo dat we vrouwen, zeg maar, hetzelfde moeten behandelen, inderdaad, als mannen. Sterker nog, mannen moeten juist misschien wat minder gaan werken. Dus in plaats van dat we zeggen, we gaan mensen meer belonen voor meer werken, wat nu in, economisch gezien wordt aangeraden, want er is een arbeidstekort, kan ook met z'n allen rust houden. Want je hebt elke maand, of elke 4 weken dan, ik moet elke maan zeggen eigenlijk. Elke maan heb je 1 week nodig van herstel en even tot rust komen. En misschien moeten mannen gewoon ook daarin meegaan. Want vroeger hield de hele stam rust wanneer de vrouwen gezamenlijk menstrueerden. Oh, is dat zo? Ja, dus dan werd er niet naar voedsel gezocht. En vroeger konden mensen ook op 3 uur per dag zowel hun eten als onderdak, als verplichtingen, zeg maar, qua reparaties,
in 3 uur uitvoeren. Ja. En de rest van de dag was gewoon vrije tijd. Ja. Dat kan niet, zeg maar, niet met onze levensstandaard. Je kan niet gaan Netflixen. Want hoe complexer een samenleving, hoe meer tijd er moet worden gestoken in het instand houden van dat systeem. Dus je kan niet met het huidige entertainment niveau natuurlijk in een bosje op de hei gaan zitten en zelfvoorzienend zijn. Maar er is wel een hele hoop te winnen, want er zijn zoveel bullshitbanen en door artificial intelligence kunnen we dingen zoveel efficiënter doen. Maar ja, de vraag is dan, gaan we gewoon doen wat we al deden, omdat we dat gewend zijn? Of zijn we bewust, oké, er wordt nu hier ergens ruimte gecreëerd en we gaan dus niet een nieuwe baan verzinnen voor mensen, zodat ze toch bezig blijven. Nee, we gaan gewoon alle arbeidsuren reduceren. We gaan gewoon zeggen, iedereen gaat hooguit 3 dagen in de week werken en dan moeten we ook rond kunnen komen. Ook al zijn er tekorten in de ouderenzorg, nee. Hoe gaan we het zo ontwerpen dat ook iemand die bejaard is, gezond en gezellig oud wordt? Nou, we moeten misschien niet voor die verzorgingshuizen kiezen, maar moeten voor multigenerationeel wonen kiezen, ja, en meer vrije tijd, zodat je wel kan mantelzorgen, omdat het ook niet een verplichting is die ook nog naast al die andere verplichtingen komt. Want dan kan je het niet allemaal opnemen. Dan heb je te veel ballen in je hand. Ja, ja, ja. Hoe gaan we hem toch rondkrijgen, Daniel? Ja, want er is nog zoveel meer te vertellen over tijd. Ja. Nou, wat ik mensen vooral wil motiveren is, straks als het mijn boek volgend jaar in de winkel ligt, ik koop natuurlijk het boek. Maar Gijs, ik wil eigenlijk misschien afsluiten met mijn favoriete boek over tijd, namelijk Alan Lightman met Einstein's Dreams. Lees over hoe tijd anders kan zijn in verschillende werelden. Hij heeft allemaal hele kleine mini-hoofdstukjes van 6 of 7 pagina's, volgens mij 18 in totaal, over Bern, waar Einstein dus zijn relativiteitstheorie heeft ontworpen. Het Bern van volgens mij 1912. En hij schetst in allemaal scenario's hoe de tijd anders zou kunnen zijn dan hoe wij hem kennen. En in dat boek wordt zoveel tijd op zo'n poëtische manier gebracht, dat ik denk dat is niet te overtreffen. Dat is zo mooi. Het is een boekje uit 1978, dus je kan het alleen tweedehands krijgen. Een beetje deze kant op, anders val je buiten de kamer. Oh ja. Ongeveer hier staan. Ja. Hier ongeveer. Oh, ik moet hier staan. Ja, ja, ja. Sorry. Nee, dus anders val je er net af. Dat zou jammer zijn. Ja. Dus Einstein's Dreams bestellen via boekwinkeltjes.nl. Hoewel er niet heel veel kopieën zijn. Dus misschien maar een markt afzoeken. Maar het is ook een Engels boek, dus je kan het ook wel op Amazon krijgen, denk ik. En vooral ook ademhalen. Dat is de mentale tijdvorm. Ik heb iets heel moois meegemaakt, dat heet dan een rebirthing ritueel. En dan ga je de babyademhaling stimuleren, die constant is. Constant in en uit. En je wordt letterlijk herboren. Je hele lichaam krijgt spasmes. Je verzuurt, zeg maar, je spieren. Het is niet hetzelfde als de Wim Hof methode, maar het is weer in contact komen en met hoe jij oorspronkelijk ter wereld bent gekomen, helemaal zonder zonde, helemaal perfect. En als jij trauma oploopt, dan slaat dat zich op in je ademhaling. Dus dan stokt het eerste wat je doet bij een trauma is, je schrikt, je houdt je adem in en daardoor maakt je lichaam een herinnering aan. En wil je van het trauma afkomen, dan moet je weer leren loslaten. Dus leren ontspannen. Want je hoeft dat trauma niet actief mee te dragen in je leven. En dat snap ik dus echt niet. Bram Bakker heeft een boek over geschreven samen met een sporter. Ja, met zijn naam Koen de Jong. Ja, exact. Ik heb beide in de podcast gehad. Oh, wat leuk. Zij hebben een geniaal boek en dat heet Verademing. En dan leer je ook hoe je dus die ademhaling gewoon weer op gang brengt. Maar het is bizar dat dit niet een standaard in het verzorgingspakket. Ik liep hier tegenaan toen ik denk 25 was. En ik had een burn-out gehad. En ik voelde gewoon dat ik kortademig was. En ik vroeg aan mijn huisarts van, volgens mij zit er iets verkeerd met mijn hart of met mijn longen. Nou, wat ze dan doen is je doorverwijzen. En dan werd een hartritme scan van mij. En natuurlijk bleek daar niks. Er was niks mis met mijn adem of met mijn hart. Maar wel met de psychische dimensie van een ademhaling.
En toen ben ik per toeval, via synchroniciteit, in de sauna iemand tegengekomen die mij vertelde hoe dit, zeg maar, hoe de vork in de steel zit met ademhaling. En dat zou ik iedereen willen, zeg maar, als je echt wil winnen in het leven en oude ballast wil achterlaten, dan zit het geheim in die ademhaling. Dat kan ook met meditatie natuurlijk, maar zo'n rebirthing ritueel, dat is echt, dat is gewoon ademhalingstherapie. Dat is, dat doet echt wonderen. Zo, onverwachts einde. En je vroeg ook nog hoe ik dit als 32-jarige, waarom ik nu al met tijd bezig ben. Misschien heb ik altijd al over tijd nagedacht als klein kind en filosofie leuk gevonden. Maar ik vind mezelf eigenlijk juist heel oud al. Voor, zeg maar 32, ik denk dat juist de jongere generatie onder mij, die heeft dit al zo snel door. En dat is ook leuk als je met hen in interactie bent. Dus ik zou zeggen, zet mij niet al bij het grof vuil alsjeblieft. Maar de nieuwe generatie, daar goed naar luisteren en hen ook uitnodigen. Want ze hebben deze inzichten nu al. Terwijl ze 10 jaar jonger dan ik zijn. Dus ik weet niet, er hangt iets magisch in de lucht. En er komt nog zoveel moois aan. En ik wil mensen ook aanmoedigen om niet pessimistisch naar de toekomst te kijken, want er zijn bergen, nee, ik wilde geen gouden bergen beloven, maar het wordt geen pessimisme of zo. Het wordt echt fantastisch. Stel je voor dat je je eigen huis gewoon kan ontwerpen met artificial intelligence. Het wordt super leuk. Dus kijk gewoon uit naar die toekomst. Dat maakt je ook een blije mens. Leuk. Dankjewel, Daniel. Graag gedaan. Voor je tijd. Ja, graag gedaan. Jij ook heel erg bedankt voor je tijd, voor het kijken, voor het luisteren. Vind je dit gaaf? Deel het dan volop op je social media of stuur het door. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren. En zo ja, je energie naar ons overbrengen. Het werk van Daniel vind je op constanttijd.com. En je vindt het ook op lef. We gaan hem even goed draaien. Zo. Lef.nl. Lef.nl. Dat is de politieke partij voor de jongeren, voor de toekomst. En ja. Tot ziens. Dankjewel. Tot de volgende keer. Doei! Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld. Maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl.